Een goede woning is niet vanzelfsprekend. Daarom bouwen 400 Nederlanders vanuit Stio & Friends samen met de lokale bevolking huizen in Guatemala, Malawi, India en Indonesië. Ik ben Eman van Doren, ik ben 31 jaar. Ik ben een redelijk sociaal figuur, ook wel emotioneel aangelegd. En ik sta eigenlijk altijd positief in het leven en zie overal de leuke kant van. Ik ben Roy Mantel, woon in Purmerend. Ik ben een nieuwsgierig type. Ik wil alles weten, alles meemaken, alles zien. En daarvoor ben ik hier ook eigenlijk. En samen met een groep andere Nederlanders zitten zij in het zuiden van India, waar ze de komende week zullen werken aan de bouw van een aantal huizen. Na een warm onthaal gaan de mannen gelijk fanatiek aan de slag. Eigenlijk zoals we ook al van eerdere groepen hadden vernomen, je loopt sowieso te hard van stapel meteen. Je hebt een Hollandse mentaliteit en er moet gewoon gewerkt worden en snel. Dit is de eerste voor mij, dus ik lach nog. Gelukkig hoefden we vandaag niet zo heel erg lang, dus konden we daar ook redelijk snel weer eventjes pauze innemen. Daarna zijn we wat rustiger verder gegaan en dat moet ook echt met dit weer, want het is veel en veel te heet om je zo druk te maken. Het is hier 43 graden en heel heet, heel veel water drinken en zo blijft het de rest van de week ook. Mijn hoofd raakt wat oververhit. Je hoort ook dat ik nu continu ga fluiten. Het is gewoon een kokend hoofd. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe heet het is. Misschien is het 36 graden. Maar het voelt heel heet. Ga in de sauna staan en ga dan even lekker een plafondetje schilderen. Zoiets, ongeveer. Ja, dat gaan we redden. Ik had verwacht dat ik het wel langer vol kon houden. Het is echt, net moesten we dan een fundering moesten we scheppen. En dan echt na 65 scheppen, dan moest je eigenlijk alweer even een slok water nemen. Omdat je al helemaal uitgeput was. Sommige locaties, bouwlocaties, sta je echt in de brandende zon. Zweten. Over bewondering voor deze jongen, hoe hard hij werkt. En dat het bijna niet reëel is wat hij nu doet. Maar waarschijnlijk als je uit de vlaggenhut komt en je gaat naar je eigen eerste echte huis toe, dat je daar tot 3 keer harder voor kan werken. Dat zal ook een motivatie zijn. Ik heb het net ook geprobeerd, maar... Hij staat geloof ik al een half uur zo te scheppen. Niet normaal. Jump. Terwijl de rest hard doorwerkt, krijgt Eman een cursus op de grond slapen. Het is fijn dat de kinderen heel goed Engels spreken. Dus ik denk dat een jaar of 6, 7 spreken ze goed Engels. Als ze wat ouder zijn, dan doen ze dat nog niet. Dus je ziet dat ze nu gewoon toch scholing krijgen. En daardoor kan je dus ook redelijk met ze communiceren. En vinden ze het leuk om jouw dingen uit te leggen. 3 children. Yeah? My mother and father sleep. Oké, okay, over daar. Wij zijn gewoon verwend met een bed. Ik hoor hen nooit over rugklachten. In Nederland is dat altijd zo. Are you asleep? Bed is very nice. Kadaal. En vervolgens een lesje godsdienst. Everything the God, the people of God, the life of God. Met dit project hier bezig zijn, is om geld inzamelen geweest om dit allemaal mogelijk te maken. En daarnaast ook voor je eigen ontwikkeling en je eigen beeld
En dat gecombineerd maakt dat je veel geld in kan zamelen. Als je vraagt, denk je dat ik hier direct persoonlijk iets toevoeg voor de mensen? Nou nee, ik denk niet direct. Ik denk dat ze het leuk vinden. Net zoals dat wij hun leuk vinden om kennis te maken. Maar voor het geld waar wij de vlucht bijvoorbeeld van betaald hebben, als we dat zouden overmaken, zouden ze hier veel meer mensen aan het werk kunnen zetten. Maar dit project is alleen mogelijk en levert alleen veel geld op aan sponsorgeld als we hier zelf heen gaan. Dus op dat gebied, ja, ik voeg wat toe. Is het oké if we go inside? Ja, yeah, is het oké? Okay? Thank you. Ja. En dat is ook weer een hut met lenen muren. Ja, dit is een huis. Wat je meteen opvalt als je hier door het dorp loopt, is dat de mensen eigenlijk niks, nauwelijks bezittingen hebben. Iedereen zegt, oh, ze hebben wel een tv. En dat is natuurlijk ook wel zo, ze hebben wel spulletjes, maar alles is karig. Als je door het huis heen kijkt, dan hangen er wat kalenders en wat matjes. En een kast en een beetje dekens en spullen. En dat is, ja, dat is het dan. Je ziet hier geen klerenkast vol met kleren of een linnenkast vol met lakens en slopen zoals bij ons. Je beseft gewoon hoe goed je het hebt. En het is mooi als we met z'n allen hier iets kunnen doen om mensen in ieder geval het perspectief te geven dat verandering mogelijk is. Nee, het is ook geen ellende. Algemeen stralen ze de ellende niet uit in hun humeur. Meestal zijn mensen, arme mensen zijn altijd vrolijk. Rijke mensen zijn heus niet vrolijker dan andere mensen, dan arme mensen. Dat kun je in Nederland ook zien. En dan zie je eigenlijk hetzelfde. Die mensen leven gewoon hun leven met de mogelijkheden en de onmogelijkheden die ze hebben. En met, ja, dat doen wij ook. En dat doen zij ook. En daar moeten ze het ook maar mee doen. Ja, meer is het niet. Thank you. Thank you. Welcome. Bye bye. Na zo'n dag zwoegen en zweten moet er natuurlijk even goed afgekoeld worden. Het is wel een beetje raar. Wij duiken hier in het zwembad en we drinken een paar biertjes. En dan drinken we denk ik voor 3 daglonen bier op voor die mensen. Ontwikkelingswerk. Nee, ja, dat vind ik niet. Nee, want dan moet je het niet doen. Dat hoort erbij. Het is een bepaalde manier om het te doen en die deugt. Nou, dat is de realiteit. En je moet je ogen daar niet voor, sluiten. Het is gewoon zo. Met plezier gaat alles goed zijn. Dit is ook ontwikkelingswerk. Ben je al nat?